Ik ben Sline Fiet en ik ben 11 jaar. Ik heb thuis 2 zussen en 1 broer, maar die woont niet meer bij ons. En een neef die wel bij ons woont. En een moeder en een vader. Ik ga een slangenact doen met jazzdans en popmuziek. Ik heb een eigen YouTube-kanaal. Ik heb 32 filmpjes erop. Die zijn dik 800.000 keer bekeken. Jammer dat ik het niet kan laten zien wat ik kan, want ik heb een knieblessure. Maar jullie kunnen ook via YouTube kijken. Ik ben 3 keer de strikskampioen geweest en Nederlands kampioen van alle onderdelen van ritmisch gymnastiek. Afgelopen seizoen ben ik ook nog Nederlands kampioen geweest met hoepel. Mijn zus die deed ook ritmisch gymnastiek. Toen ging ik altijd vroeger kijken en toen ging ik zelf ook op mijn 4e à 5e. En toen op mijn 6e ging ik als proef een wedstrijd doen. Toen vond ik het wel leuk. Samen met mijn oudere zus kijk ik ook altijd Slangenex op YouTube om te kijken en dan... Als ik het zie, dan doe ik het zelf ook gelijk na. Ik train 5 keer per week en 17 en 18 uur per week. Ik train veel, maar ik heb wel voor over. Dan kun je ook heel lenig worden en heel goed. Ik heb een coach. Ja. Ja, dan moeten we even kijken dat we daar juist met die ding in de muziek, het is een beetje hardrockachtig, dus eigenlijk past het helemaal niet bij dat contorsie en dans, maar dat maakt het jou juist even net weer even een beetje anders. Hè? Ja. Trouwens, dat stofje. Dat was best wel belangrijk voor jou, dat het goed flexibel is. Had ze dat? Nee, dat had ze nog niet. Oké. Ze is nog aan het kijken. Oké. Kun je mee beroemd worden? Ik heb veel zin om naar Genève te gaan. Ja, het lijkt me wel leuk dat mensen mij zien. Er wordt in veel landen uitgezonden, dus het is wel spannend. Ja, ik heb veel zin in. 2 dingen die zeker meegaan, is mijn hondje en mijn mobiel.